De Tilburgse wethouder voor sport Jan Hamming gaat bij de KNVB pleiten voor een variant op de balkende norm in het betaald voetbal. Hij doet dat als initiatiefnemer van het platform betaald voetbal. De gemeenten hebben zich gebundeld omdat ze er schoon genoeg van hebben dat de clubs bij financiële nood aankloppen bij de overheid. De wethouder wil dat de KNVB zich over de voetbalnorm gaat beraden en hoopt dat de voetbalbond het ook op Europees niveau kan doorvoeren. Zo'n 60% van het budget van een voetbalclub gaat naar de spelersalarissen.